actie. Dat heb ik vandaag moeten ondernemen, omdat ik wat geld had geleend bij de Giro. De rente is goedkoop bij de Giro, 1,35%. Echter was mijn portefeuille zo erg gedaald dat de Giro dreigde aandelen te verkopen als ik niet snel geld zou storten op mijn de Giro rekening. Dus ik heb zelf maar schoon schip gemaakt en de schulden betaald die ik heb bij de Giro. En nu kan ik weer op zoek naar koopjes. Farming Group heb ik een lopende order op 82 cent. Hij is geëindigd op 93 cent. Kia de Sparma heb ik een lopende order op 1,23 euro. Geëindigd op 1,37 euro. Ik ga er dus vanuit dat de beurs nog verder zakt de komende dagen, weken. Toch deed het pijn dat ik wat aandelen heb moeten verkopen, zoals Wereldhaven. Die heb ik vandaag moeten verkopen voor 10,30 euro. Ik heb nu een lopende order op Wereldhaven voor 8,10 euro. Ik hoop echt dat ik het nog terug kan kopen. Ik had nooit een paar weken terug aandelen moeten kopen op krediet van de Giro. Maar dat is mijn eigen domme fout. Ik had meer studie moeten doen. Fugro is nu op 3,22 euro. Ik heb een lopende order op Fugro voor 2,90 euro. Dus als die nu de 2,90 euro aantikt de komende dagen, weken, dan heb ik hem. Bam! 1,49 euro. Ik heb een lopende order voor BAM op 1,20 euro. Hammerson heb ik vandaag al gekocht voor 151 Great Britain Pounds. Ja, verder heb ik nog Ben Atou. Daar heb ik geen plaatje van. Lopende order voor 5,30 euro. Wat heb ik geleerd deze weken? Nooit met geleend geld beleggen. Mijn portefeuille is flink achteruit gegaan. Wel heb ik nu schoon schip en kan ik op jacht naar koopjes. Komende weken hoop ik weer mijn favoriete aandelen bij te kunnen kopen. En ik ga lekker veel uren werken, zodat ik snel weer een mooie portefeuille heb. Want dat is mijn toekomstplan. Veel dividend uitkerende bedrijven in de portefeuille, zodat ik uiteindelijk minder of niet meer hoef te werken en kan genieten van een vroeg pensioen.